episode 1 Mijnfeesten 2014 officieel geopend worden door onze meikoningin Dizzy en onze burgemeester Wim Dries. Dat gaan we wel doen, ja. Ja? Zijn we klaar voor? Ja. Voilà. Alsjeblieft. Dank je wel. Voilà. Goede vrienden, dames en heren, de meifeesten zijn dan officieel geopend door onze meikoningin samen met haar eredames. Ik zou zeggen, geniet van vandaag, geniet van 1 mei, geniet van Genk, maar bovenal van elkaar. En we gaan nog samen luisteren, denk ik, naar het Vlaams volkslied. Nee, de Vlaamse leeuw. Limburgs, het Limburgs volkslied. Koningin en haar prinsessen natuurlijk begeleid door de burgemeester. Heb jij nog een gedicht in de aanstaande? Goedemorgen, oom. Goedemorgen. The way you smile, just be. Oh, the way you smile. The way you sing off key. Dat doen ze niet. Nee, hè? The way you haunt my dreams. I don't know, they can't take that away from me. Ik ben bijzonder verheugd dat jullie vandaag samen met ons hier in het stadhuis zijn om na een mooie eucharistieviering ook hier het officiële startschot te geven van een prachtige dag. Een dag die jullie al meteen gekleurd hebben in zonnige kleuren. En zoals je ziet heb je de regen verjaagd die iedereen voorspeld had. En heeft Erik mij beloofd, dankzij jullie zonnestralen, dat we vandaag geen regen gaan krijgen, maar heel veel volk en heel veel mooie en aangename momenten hier in Genk. Want 1 mei is al 65 jaar lang in onze stad een hoogtepunt, een feest. Heel veel succes vandaag. Dank je. We maken een hele mooie dag van. Dank je. Succes vandaag. Dank je. Daisy. Dank je wel. Tot nu toe hebben ik en mijn eredames er al van genoten. En we hopen dat deze dag verder heel prachtig gaat worden. Ik ben heel blij dat vandaag de dag is. Ik kijk er enorm naar uit naar al de rest. En vooral naar de openhalen. En ik wens iedereen een fantastische 1 mei dag vandaag. De koning doet dat ook zo en de koningin dus. Ja, voilà. En na al die emoties hadden onze hoogheden nood aan een hapje en een glaasje. Zo, wat is het?